In de nacht van 10 op 11 januari is uit de kerk van Zelen een schilderij gestolen. Een kostbaar werk. Volgens de pastoor zou het wel eens van Michelangelo kunnen zijn. Een experte ging daarom het schilderij onderzoeken, maar dat is dus niet meer kunnen doorgaan. Politie en parket geven nu bewakingsbeelden vrij waarop een man te zien is terwijl hij ervan doorgaat met het schilderij op zijn hoofd. Dit zijn beelden van de nacht van 10 op 11 januari. Om 5:10 s'nachts komt de verdachte in beeld. Op zijn hoofd draagt hij het schilderij, wellicht verpakt in een donker plastic zeil. Het is een hallucinant beeld. De diefstal is intussen bijna 3 weken geleden gebeurd. De pastoor van de Sint-Luut-Geruskerk in Zelen heeft een foto van het schilderij laten drukken op canvasdoek. De afmeting is ongeveer die van het echte kunstwerk. Ik weet niet waar ik de mooie kleurenpracht van dat schilderij bewonderen, maar dat is natuurlijk niet meer het schilderij. Je ziet dat het een heel intiem tafereeltje is van Maria, Jozef, het kindje Jezus dat ligt te slapen. En onze doper die vraagt, laat hem maar slapen, zijn tijd zal nog wel komen. Daarom wordt het niet alleen genoemd de Heilige Familie met kleine Sint-Jan, maar ook de Madonna del Silencio. Ja, maar dit is wel degelijk de plaats waar het gestolen schilderij stond. Hè? Inderdaad. Normaal stond het aan het Maria-altaar een beetje verder. Maar we hadden het vlak voor kerstdag hier gezet, omdat het een tafereel is van de Heilige Familie, dus dat past goed in de kerstsfeer. En ik was van plan, na de preek eigenlijk, of na de brief van de bisschop over kerstdag, hier commentaar over te geven. Ik heb dat ook gedaan. En in de andere kerken van Zelen, want het zijn nog 5 kerken, heb ik dan mijn foto, diezelfde commentaar gegeven. Dan ben ik ook rondgegaan voor de mensen om die foto te laten zien. Nu, u schrijft ook een boek over dat werk. Hoe waardevol schat u dit gestolen kunstwerk in? Ik zou zeggen, moest het een 16e-eeuw schilderij zijn, en ik vermoed dat het dat is, het is het op zich al waardevol. Toch zeker 20.000, 30.000 euro. Moest het natuurlijk een Michelangelo zijn, dan was het in de miljoenen euro's waard. Maar dat kan ik niet schatten, want het onderzoek is ook nog niet helemaal afgerond. Het moet nog beginnen eigenlijk. En er was een expert die dat zou nagaan, hè? Ja, er was een dame uit Italië, een Italiaanse experte, die ging komen kijken, een van de komende weken, om te zien of het mogelijk een Michelangelo zou zijn. Maar hoe kan de dief geweten hebben dat hier zo'n waardevol kunstwerk stond? Wel, misschien heeft iemand vernomen dat ik tijdens de preek van kerstmis gezegd heb dat het een belangrijk, waardevol 16e-eeuws Italiaans schilderij zou kunnen zijn. Misschien hebben die dat ook doorverteld aan andere mensen. En is dat dan iemand zijn oren gekomen die het beter niet had vernomen? Ja, wie zal het zeggen? We weten dat het 's nachts gestolen is. Hoe is de dief binnengeraakt? Willen we eens zijn route volgen? Graag. Dan gaan we even kijken. Dus hij is langs achter het altaar gekomen. Er is een prachtige nieuwe buitenverlichting geplaatst enkele maanden geleden, waardoor deze kerk van binnen bijna zo licht is, 's avonds en 's nachts, dan nu. Dus hij moest zelfs geen zaklamp gebruiken. Dus hier is de dader door het raam gekropen, omdat deze deur vast was. Daarmee is hij langs de binnenkant over de trap tot aan dat raam gegaan. En dan heeft hij als een acrobaat over die balustrade gekropen, naar beneden. En zo is hij hier terechtgekomen. Hij heeft de deur kunnen openen en is het schilderij gaan halen om dan langs het gelijkvloers naar beneden buiten te gaan. Maar hoe is hij daar dan binnen geraakt? Van de buitendeur uit. Waar zijn we nu? Dit is eigenlijk een catechese-lokaaltje dat soms gebruikt wordt voor kinderwoorddiensten en catechese. En men had nog maar onlangs de kerststal uit de ruimte daar gehaald en nogal wat rommel hier gezet. En dan zijn er een paar mensen die rommel naar het containerpark gaan voeren. Maar ik denk dat ze de tweede vleugel van deze deur vergeten vastmaken zijn in het plafond en in de vloer. Waardoor, als het slot kapot was, dat heeft hij buiten kapot geklopt, dan kon hij de twee vleugels een klein beetje uit elkaar halen, kon hij hier tussen een beitel steken en dan met een hamer deze sterke pook naar boven krijgen. En dan kwam natuurlijk binnen. Dus het is een samenloop van omstandigheden geweest. Ja, echt een spijtige zaak. Aan de buitenkant van de deur zijn de braaksporen nog zichtbaar. De kerk is de hele nacht door verlicht en toch is de dader ongemerkt binnengeraakt.
Op bewakingsbeelden van die nacht zien we vaag beweging aan de deur van de kerk. De eerste keer om 3:30 en dan nog eens om 5:15. Even later filmt een andere camera iemand die wegwandelt van de kerk. Wellicht met het schilderij op zijn hoofd. Op dat ogenblik rijden ook twee wagens voorbij. De bestuurders hebben de man misschien opgemerkt. Even later komt de man opnieuw in beeld, aan de overkant van de straat. Nu zien we dat het schilderij in een plastic zeil of in een doek gewikkeld is. De man moet zijn opgevallen. En de politie wil graag iedereen spreken die hem heeft zien lopen. De man komt bijna 10 minuten later opnieuw in beeld. Nu stapt hij weer aan de linkerkant van de weg. En ook nu rijden verschillende auto's hem voorbij. De politie vraagt de inzittenden van deze wagens om zich zo snel mogelijk te melden. De man heeft dus meer dan 10 minuten lang gestapt, met het schilderij op zijn hoofd. We reconstrueren de weg die hij aflegt. Hij vertrekt aan de achterkant van de kerk op het Heilig Hartplein om 5:15. Hij wandelt de Dekkerstraat in, waar hij eerst links van de straat loopt en daarna rechts. Een getuige ziet hem vervolgens enkele honderden meters verderop, in de Lokerenbaan, waar hij opnieuw aan de linkerkant loopt. De man steekt de spoorweg over rond 5:18 en gaat verder aan de linkerkant van de Lokerenbaan. Alle tips zijn welkom. Wat is de kans dat dit schilderij te koop wordt aangeboden? Is het verkoopbaar? Het is zeker niet meer verkoopbaar op de kunstmarkt, omdat het nu overal gesigned is, ook via Interpol, waardoor het niet meer kan verkocht worden op de gewone kunstmarkt. Maar misschien wil er een collectioneur dat privé in bezit hebben, gewoon om het zelf te hebben. Dat is mogelijk. Hoe belangrijk is het voor u, voor de kerk, voor de gemeenschap hier, dat dat schilderij terugkomt? Ik zal u een voorbeeld geven. Onlangs kwam er een dame mij vertellen dat ze samen met haar zus, die zwaar ziek is, voor dat schilderij is gaan bidden. En ze weende toen ze hoorde dat de schilderij weg was. Want dat was echt een stuk van haarzelf, als het ware. Voor mezelf is het ook een groot verlies, want ik ben al meer dan een jaar bezig om er een studie over te maken en een roman aan te schrijven. Ja, hoe kan ik nu nog bewijzen dat dat eventueel een Michelangelo zou kunnen zijn als het niet meer te vinden is? Ik hoop dat het uitkomt. Voor mij is het persoonlijk een groot verlies. Politie en parket vragen uw hulp om het kunstwerk terug te vinden. De speurders willen graag iedereen spreken die de dader met het schilderij heeft gezien. Dat was op vrijdagochtend 11 januari, tussen 5:00 en 5:30 of zelfs later. Is hij ergens in een wagen gestapt? Is hij ergens binnengegaan? Aan welke kant van de weg liep hij? Elk detail kan belangrijk zijn voor het onderzoek. De verdachte is ook gefilmd toen hij 2 uur eerder toekwam aan de kerk. Hij kwam van de Avil Geringlaan en liep naar het Heilig Hartplein om 3:00 s'nachts. Dit zijn tot nu toe de beste beelden van de man, al is zijn gezicht niet herkenbaar. Hij is slank gebouwd en draagt donkere kledij. Het lijkt of hij werkhandschoenen aan heeft. En wat ook opvalt zijn de twee rugzakken die hij draagt, 1 in zijn rechterhand en 1 op zijn rug. Vermoedelijk zit hier het inbrekersmateriaal in. En misschien ook het zeil om het schilderij te verpakken. De politie vraagt iedereen die deze man heeft gezien in de nacht van 10 op 11 augustus om dat zeker te melden. Uit het onderzoek blijkt intussen dat de dader ook de ochtend voordien aan de kerk was. Een getuige zag op donderdag 10 januari rond 5:00 een man aan de deuren van de kerk morrelen. Toen de getuige de politie wilde bellen, verdween de man. Op bewakingsbeelden van die ochtend is te zien dat hij om 4:30 door de Dekkerstraat naar de kerk wandelt. Ook nu rijden verschillende auto's hem voorbij. Hij is helemaal in het donker gekleed met zijn kap over zijn hoofd en hij heeft weer 2 rugzakken bij. Hij stapt de hele tijd aan de rechterkant van de straat. Op de vage bewakingsbeelden van de achterkant van de kerk is beweging te zien, tussen 4:55 en 5:22. Een minuut later wandelt de man weer weg. Als u hem die ochtend heeft gezien, zonder schilderij, laat het dan ook zeker weten.
En uiteraard, als u ook maar enig vermoeden heeft wie deze man is, neem dan zeker contact op met de politie. Alle informatie is welkom via het gratis nummer 0800 3300 of via mail.